Love Island. Yes. Jij gaat daar de voice-over doen. Ja, veel mensen vragen zich af, hoe gaat zoiets in zijn werk? Hoe begin je daaraan? Hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk? Ah ja. Wel, dat is eigenlijk Love Island. Dat is een show dat elke dag ja, nu op streams gaat komen. Hè? Dus dat zorgt ervoor dat wij ook dagelijks moeten schrijven. Dus wij krijgen eigenlijk die beelden 's morgens binnen. Dan moeten wij daar direct onze mopjes op beginnen schrijven. Dus wij krijgen eigenlijk van de productie heel duidelijk aangegeven van daar moet een voice-over in komen, daar moet een voice-over in komen. Dus op die tijdscodes moeten wij dan onze moppen binnenschrijven. En later op die dag krijgen we dan de definitieve beelden. Dus dan moeten we nog eens een keer overlopen of dat de tijdscodes en al nog kloppen. En dan moeten we het inspreken. Dus dat is eigenlijk, we moeten echt heel kort op de bal spelen eigenlijk. Ja. Dus je hoeft ook niet ter plaatse erbij te zijn, Jeroen. Helaas niet, helaas niet. Het eerste seizoen mocht ik nog mee. Maar dan hebben ze ontdekt dat dat technisch toch mogelijk is van het Vilvoorde. Dus helaas moet ik nu elke dag naar daar rijden in plaats van onder het zonnetje te zitten. Maar Ja. ja, kijk. Ja.